Hallo. Hi, oh, oké. Okay. Nou, interview ik haar even. Hi. Hoi. Hoi, hoe heet jullie groep? Wij heten Sangafi. Sangafi. Ja. En jullie hebben gedanst net. Waar komt die dans vandaan? Ja, die dans, het zijn oorspronkelijke dansen uit het binnenland van Suriname. Oh, ja. Ja. Die door de Bosland Creolen bewaard zijn gebleven. En wij hebben allemaal affiniteit met deze dansen. En vandaar dat we die gewoon nog steeds aan een publiek willen laten zien. Oh ja, ja, vandaar. Waar dansen jullie zoal? Waar treed je zoal op? Heel veel verschillende soorten festivals. Maar ook wanneer er staatsbezoek uit Suriname hier naartoe komt. We hebben wel eens op de Beauty Salon de Mensjesbis in de jaarbeurs gestaan. Op de vakantiebeurs. Goede doelen. Grote dingen allemaal, hè? Inderdaad. Ook, hebben ook festivals of? Ja, ook evenementen, live show hebben we ook al gehad. Doeken voor Suriname. Werd gepresenteerd door Prim Radicusjoen en Jurgen Rijman. Daar hebben we ook gestaan. Ja. En ja, ook heel veel verjaardagen, trouwerijen. Voor alle verschillende soorten culturen. En ja, ieder geniet er gewoon van. Ja, oké. Hoe lang bestaan jullie al? Hoe lang ben je daarmee bezig? We bestaan in november 4 jaar inderdaad. Oh, dat is toch al een tijd. Ja, toch? Ja, klopt inderdaad. En het Nelson Mandela Festival zijn we 2 keer geweest. Dat is ook elke keer weer een heel groot succes. Dat is ook heel erg leuk. Het is elk jaar in Rotterdam bij Rijnhaven. En daar zijn we ook elk jaar weer van de partij. Oh, dan zijn jullie gaan volgend jaar weer? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest om er tot deze dans te komen? Met training en bepaalde dingen repeteren. En hoe doen jullie dat? Nou, om hier eerlijk te zijn, toen we begonnen, toen oefenden we elke week 1 keer. Nog echt een x-aantal uur achter elkaar op de vrije zondag. Maar tegenwoordig hebben zoveel dansen al zodanig onder de knie. Je voelt elkaar aan. Dus dan is het een kwestie van zeggen welke nummers we dansen. En dan weet iedereen van, oh ja, daarop doen we zo'n choreografie. En dan is het ook gedeeltelijk gewoon improvisatie. Maar het grootste gedeelte is, ja, ook nog inderdaad, is heel veel naar elkaar kijken. Want oorspronkelijk is het zo dat men alleen maar naar elkaar kijkt en dan elkaar nadoet en een strijd tijdens het dansen. Maar wij hebben dat ietsjes verminderd, maar toch ook wel een beetje behouden. Oh ja, dus je moet veel improviseren. Wat, ja. Gebeurt dat vaak? Ja, dat gebeurt inderdaad heel erg vaak. Dat zie je dan vaak als ze met z'n tweeën naar voren komen, dan daagt de een eigenlijk de ander uit. En, ja, dat zag ik net, hè, toen jullie tegenover elkaar stonden. Ja, inderdaad. Een soort uitdagende dans. Klopt, inderdaad. Heel veel oogcontact maken, schijnbewegingen. Zeg maar wat je bij capoeira ook hebt, maar dan ja, echt dans, niet in vechtbewegingen. Oh, oké. Okay. Ja. En tot slot nog een vraagje. Hebben jullie een website? Ja, dat zou ik inderdaad zeker vinden. Waar je te boeken bent, zeg maar. Dat hebben wij inderdaad. We zijn, u kunt ons vinden op www.sangafi.com. Alle informatie over de groep, over de leden, de tarieven voor reserveringen kunt u allemaal terecht op de website. Oh ja, dus daar zijn jullie ook te boeken en zo voor optredens. Ja, inderdaad, kunt u ons gewoon mailen via de site. Oh ja. Ja. Oké, okay, nou hartelijk bedankt. Moet je nog optreden dadelijk of ben je nou klaar naar huis, weet je wel, zoiets? Nou, vandaag gaan we helaas door naar nog een optreden. Nou, helaas. Nog een optreden. Heel erg leuk, maar we zijn heel erg moe. En daarom dat ik het nu ook inderdaad een beetje. We gaan nu heel gauw omkleden. Dan gaan we er vandoor naar een verjaardag in Amsterdam. Maar nogmaals, bekijk ons op www.sangafi.com. En dan gaan wij nu gauw omkleden en door naar het volgende optreden. Is goed, hartstikke bedankt. Het komt op internet, maar dat.